Dag deelnemer aan de workshop Prezi of Prezi. Mijn naam is Monique Schijvenaars en ik wil je graag een aantal dingen laten zien, zodat je goed voorbereid op de workshop komt en zodat je ook het meeste haalt uit de workshop die je bij mij gaat volgen. Als je met Prezi wil gaan werken, kun je het beste achter je pc of je Mac gaan zitten in eerste instantie. Meld je daar aan en krijg gelijk een beeld van de mogelijkheden. Aanmelden bij Prezi werkt als volgt. Je kijkt naar het scherm, je kijkt rechtsboven in de hoek en je ziet daar Sign Up staan. Dat is de button die je moet klikken. Niet login, tenminste. Login gebruik je als je al een account hebt, als je bekend bent bij Prezi. Sign Up dus, klik er maar op. Kies vervolgens voor de gratis versie. Dat is deze. Daar staat public bij en dat is zo omdat je Prezi's die je maakt, die staan open en bloot voor iedereen toegankelijk. Dat betekent ook dat je er niets voor hoeft te betalen. Dat is voorlopig heel erg handig. En dan is het een kwestie van je gegevens invullen. Je naam, achternaam, e-mail en password. Of je gebruikt je Facebook of LinkedIn gegevens. Mag je helemaal zelf weten. Zo, de eerste opdracht is afgerond. Je bent achter je pc of je Mac gaan zitten en je hebt je aangemeld bij Prezi. De tweede opdracht is om je iPad erbij te pakken en naar de App Store te gaan. Met deze app, voor het geval dat je dat even niet meer wist, en Prezi te downloaden. Als je dat doet, dan zal die om een aantal gegevens vragen, maar net heb je ook al het een en ander ingevuld. Dus die stappen ga ik niet uitgebreid uitleggen, dat spreekt voor zich. Goed, ook de tweede stap zit erop. Je hebt je aangemeld zowel online via je pc of je Mac, en je hebt inmiddels op je iPad de app Prezi gedownload en daarbij je ingelogd. Nu kun je ervoor kiezen om op je iPad rond te gaan kijken bij Prezi. Je kunt er ook voor kiezen om even op je pc te kijken. Hoewel ik een echte iPad gebruiker en fan ben, vind ik toch Prezi wel het handigst werken op je pc of je Mac. Het kan allebei, dus wil ik allebei graag laten zien. Dat zal ik ook doen in de workshop. Maar als je gewoon op je gemak wil rondkijken, dan werkt wat mij betreft mijn eigen Mac of PC toch het beste. Wat je kunt doen is naar Prezi.com gaan en de volgende mogelijkheden bekijken. Create is zelf een Prezi maken. Learn and support, daar vind je voorbeeldjes van hoe het werkt om een Prezi te maken. En explore, daar vind je voorbeelden van het werk van anderen. En dat is eigenlijk het leukst voor nu. Dus ik zou zeggen explore en ik zie je graag op de workshop. Tot dan, succes ermee!